IJsmeester Rob, een bijzondere activiteit vanmiddag op de ijsbaan. Ja, dat is zeker. Het is heel erg leuk vandaag. Het was droog, het is nu weer nat, maar het was droog. En dat schijnt toch mensen te trekken om dan die perfecte baan die we hier hebben, om die te gaan bezoeken. Een van de laatste dagen dat die dit jaar open is en met vandaag ijsfietsen. Ijsfietsen, echt een hele leuke. Ik geloof dat die gesponsord wordt. Ik wou bijna de sponsor zeggen, maar dat is niet de bedoeling misschien. Maar het is wel erg leuk dat er iemand is die zorgt dat dat ook op het ijs kan. En dat heeft voor de jeugd heel veel plezier gegeven vanmiddag. Ja, want het zijn hele bijzondere apparaten, hè, die ijsfietsen. Ja, het fietst aan de voorkant en het schuift aan de achterkant. Dus je kan swingen door de bocht. En dan denk je, gaat dat dan wel goed met de gewone schaatsers? Maar jullie hebben een stukje van de baan afgezet. Op z'n Hollands gehad, is gezegd, het ken net. Ja, het is lekker druk. Dat is druk. We rijden elkaar net niet in de weg met de fietsen. Maar ja, het is druk. Iedereen wil leren schaatsen op de zeehondjes. We hebben er dan te weinig van op dat moment. En iedereen wil zijn gang kunnen gaan. En dat gaat net. Het laatste weekend voor de schaatsbaan. Zijn er nog wat activiteiten zaterdag en zondag? Nou ja, de zaterdag en de zondag 's morgens om 9 uur aan te bevelen voor de mensen die uit hun bed gebeld worden, die wakker gemaakt worden door hun kinderen. En die dan om 9 uur hier komen, die hebben dan zo'n zeehondje. Daar besteden we extra aandacht aan. Een pop erbij die leuk is uit Ice World, weet ik wat. En dan wordt het allemaal gezellig. Dat is dat familieschaatsen? Ja, dat is familieschaatsen. En is dat dan die pop, is dat Olaf? Nee, ja. Ik ben net Frozen. Ik ben niet zo goed thuis in Frozen, maar het is... Die ijspop. Het is een vrouwelijke pop. Ik weet niet meer hoe ze heet. En dan zondag de laatste dag, tot hoe laat is het dan open? Ja, tot 7 uur gaan we door en dan wordt het hard afbreken, want dan moet alles weer op tijd van het water. Want we drijven wel. Yeah!